Een bijzonder moment voor New York, de stad die zo werd getroffen op 11 september 2001. Het hoogste punt is bereikt van World Trade Center 1, de nieuwe toren op het voormalige Ground Zero. Bouwvakkers hebben de 105e verdieping gemaakt. Dat is de allerhoogste. Daarna komt er ook nog een antenne op het gebouw, waarmee de nieuwe toren uiteindelijk 541 meter hoog wordt. Een nieuwe aanwinst voor de skyline van de grootste stad van Amerika. Maar volgens onze correspondent Erik Mouthaan staat die skyline verder een beetje stil. Een nieuw uiterlijk voor de stad die zich steeds opnieuw uitvindt. Het hoogste gebouw van Noord-Amerika sprint de hemel in. Een paar honderd meter verderop nog een nieuwe wolkenkrabber. Toparchitect Frank Gehry werd geïnspireerd door een kunstwerk. There's a sculpture, 16th century sculpture by Bernini that he loves, and that the folds in that sculpture was the inspiration for the curves of the building. Nergens op het westelijk halfrond woon je zo hoog, 76 verdiepingen boven straatniveau, de stad aan je voeten. So this is actually styled as an office for a Russian oligarch. We had a very specific. En een oliebaron moet je wel zijn, want de huur is elke maand 14.000 euro. En als je hier dan woont, is dit je uitzicht, de iconische skyline van New York. Wauw, maar die skyline wordt wel een stil leven. De komende jaren komt er nauwelijks nog een wolkenkrabber bij. Lege kavels waar een megaflat had moeten staan. Well, this is where the Rem Koolhaas building was going to be, but unfortunately because of the economic situation it's not going to happen. Geen Nederlands ontworpen wolkenkrabber dus rondom het Empire State Building. Er komen nog wel torens bij, her en der, maar daarvan was de financiering al rond voor de economische crisis uitbrak en die torens worden nu snel even afgebouwd. For a building that's 50 or 60 or more stories, it takes 4 or 5 years from the original designs to the completion of construction for the building to take shape and to pay off. Maar vanaf nu houden de banken de hand op de knip en dat ga je merken. In 2007 werden er 12 gebouwen opgeleverd in New York die hoger waren dan 100 meter. Dit jaar nog maar 2. Ergens is dat goed nieuws voor die superrijken. Die Russische oliebaron, die houdt voorlopig zijn uitzicht. Maar de stad staat de komende tijd stil. Erik Mouthaan, RTL Nieuws, New York.